Hey, mijn naam is Jeff de Killer. Like nu deze video, anders lig ik onder je bed vannacht. Like challenge. Ik geloof niet dat jij deze video sneller kan liken dan 3 seconden tijd. Anders is de grote kans dat Jeff de Killer insane wordt. Dus 3, 2, 1. Heb jij geliked? Abonneer op het kanaal, belletje aan. En we gaan dus lekker beginnen met de video. We hebben dus een gesprek gehad met Alex. En mensen, weet je wat? Wij gaan dus enge sms'jes oplezen. En het begon allemaal zo. Het was voordat Jeff de Killer insane werd. Jawel, mensen. Jeff de Killer heeft ook een normale kant gehad. Dus laten we gaan kijken. Oké, Alex begint te typen. En hij zegt: fucker Alex. Ja, tenminste, Alex is niet aan het typen. Maar de andere persoon is aan het typen. Fucker Alex, ben je morgen op school? Dit is trouwens even goed typen. Alex is aan het typen. En wat zegt hij? Zou die morgen op school zijn? Ja of nee? We weten het allemaal niet. Maar hey, hij is aan het typen. En nee, man. Denk dat ik ga skippen. Dus hij zegt: hoezo? Kunnen die triestige Jeff gaan pesten en treiteren. Oké, dat begint al heel goed, dus niet. Dus goed, Alex typt, haha, dat is waar. Weet je, ik kom morgen gewoon. En toen zei Ralf, zo mag ik het horen. Wat voor kattenkwaad zullen we uithalen bij Jeff? Heb je een idee? Lachpoppetje. Oh my god, dus we willen kattenkwaad gaan uithalen bij Jeff. Ik weet niet of dat heel slim is om te doen. Ik denk dat dat een super dom idee is. Maar in ieder geval is hij aan het typen. En wat zegt Alex met je kattenkwaad? Hij is een heel verhaal aan het typen of zo. Ga je een boekverslag aan leveren? Ja, hahaha. Gezien hij nooit op zijn spullen let en altijd melk bij zich heeft, gooi jij daar een eierdooi in. Goed, gadverdamme. Dus hij zei zo van, oh my god, ha, goed idee. Maar eeuw, wat vies. Een eierdooier in een melkglas? Wat? Oké, dat is wel echt insane. Maar hij zegt ook, maar we zitten niet bij elkaar in de klas. Maar ik zie je morgen wel, goed? Hou me op de hoogte, hè? En toen zei hij, is goed, Ralf. Ik zeg wel wanneer jij het moet doen. Oh my god, dus Alex zit gewoon Ralf te beïnvloeden. Wat de hel. Oké, de volgende dag is aangebroken. Alex is aan het typen. Maar hij zei trouwens op de laatste. Oké, tot morgen, maatje. En toen zei Alex, goedemorgen, Ralf. Zin om naar school te gaan. Je bedoelt om Jeff te klooien. Ja, natuurlijk heb ik daar zin in. Met een clown-emotie. Wat een eierdooien in een melkklas. Oké, we gaan kijken hoe Jeff daarop gaat reageren. Maar goed, Alex moet eerst typen en hij zegt, hahaha, zo mag ik het horen. Hoe laat school? Waarop Ralf zegt, ik ben er om 8 uur, man. 8:30 les. Oké. En Alex is aan het typen en Alex zegt, goed plan dan, is Jeff er waarschijnlijk ook al. Bijna 8:30, anders gaat het opvallen, toch? En toen zei hij, ja inderdaad, maar ik vind het goed, man. Alex zegt, tot zo. En hou me op de hoogte, hè? Zal ik doen. Oké, dus 10 minuten later gaat het gebeuren, hoor. Oké, Alex is aan het typen en Alex zegt, en, hoe is het gelopen dan? En toen zei Ralf, ik heb het erin gestopt, maar hij heeft nog niks gedronken. Oké, dat is nog safe. Maar goed, wat gaat Alex zeggen? Gaat hij überhaupt uit dat melkglas drinken? Ah, je dooier in iemand, gadverdamme, ik zweer het je. Die ettenbak mag wel even drinken. Met zijn vieze lange stinkhaar. Echt een enge, gevaarlijke neus. Man. En toen zei Ralf, hij gaat drinken. Zeg hoe alles loopt. En je verwacht het niet, maar Ralf zegt, what the fuck. Hij drinkt het gewoon op alsof het lekker is. Eeuw, hij is kapot vies. Oh my god. Dus Jeff heeft gewoon letterlijk de eierdooier mee opgedronken. Oh, ik moet er al van kokken als ik over nadenk. Maar goed, Alex is aan het typen en hij zegt, lol, meen je deze? Weet je zeker dat daar die eierdooier in zit? En toen zei Ralf, ja lol, hij loopt naar mij toe en bedankt me persoonlijk voor het drinken lekkerder te maken. Is hij wel menselijk, zegt Alex. Hahaha, echt hè? Zegt Ralf. Ah, gadverdamme. Oké, dat vind ik zelf ook kapot vies. Gepest of niet, je gaat geen eierdooier drinken. En toen zei Alex, ik kom eraan. We gaan wat verzinnen. Oké, 30 minuten later. Is goed, tot straks. Hey Alex, waar blijf je? Je zou er al 10 minuten geleden moeten zijn. Waarop Alex nu tegen hem zegt, want die is weer aan het typen zoals gewoonlijk. Met zijn Fortnite truitje. Dat heeft hij letterlijk aan trouwens. Geen idee waarom. Hey, sorry dat het zo lang duurde. Die Jeff is gestoord, man. Hij heeft mij flink in elkaar geslagen. Wat? Ben je serieus, hè, Ralf? Nou, oké, misschien heb ik wel een beetje uitgelokt, Alex. Maar goed, daar ben ik wel eerlijk over. Je hebt zelf uitgelokt door te pesten. Karma is a bitch, you know. Maar goed, Alex aan het typen. Ja, ik ben 1 oog blind en heb letterlijk tanden verloren en mijn gezicht is vervormd. Plus schedelverbrijzeld of zo. Er zit letterlijk een deuk in mijn bol. Wow, oké, ik weet het. Die klap heb je zelf verdiend. Maar gewoon dat Jeff de Killer gewoon zo hard iemand totaal loslaat. Tot hij gewoon letterlijk een verbrijzelde schedel hebt. Waardoor hij gewoon begint te spartelen. Slecht idee. Dus Ralf stuikt al diep. Jeff is een psychopaat, maat. En toen zei Alex, ik heb hem ook wel veel gepest natuurlijk. Ik word afgevoerd naar het ziekenhuis, man. En wat Ralf zegt, ik ga wel in de les zitten. Maar Jeff komt nu naar mij toe. Wat zegt hij tegen je? Zegt Alex. En nu is Ralf een verhaal aan het type. Hij zegt, jij loopt mee, hè? Met die Alex. Als je nog zo doorgaat, zal hetzelfde met jou gebeuren. Hij zegt ook dat hij zoutzuur in je drink heeft gedaan. Gadverdamme! Is dat waarom dat hij verbruist is? Zoutzuur in iemands drinken? Alex zegt, what the fuck meen je deze? Hij is echt erg, man. Ralf zo, tja, ik weet het, man. En Ralf zegt, wacht maar, ik ga zoutzuur in zijn gezicht gooien als ik hem kan vinden. Oké, dat gaat wel heel ver. Zoutzuur in iemands gezicht gooien. Maar goed, Jeff komt de chat binnen en hij is dat type. Oké, nou gaat het spannend worden. Op het moment dat Jeff binnenkomt. Hallo Ralf, we hebben elkaar net gesproken in de les, toch? Ja, klopt. Hoezo, zegt Ralf? Waarop Jeff er aan het typen is en Jeff zegt, zeg ik nou net dat je niet zo moet doen? Je zou je verbeteren en je doet het niet. Waarom doe je dit nou, Ralf? Waarop Ralf zegt, oké, Jeff. Oké, een beetje apart. Dada. 2 uur later. Alex is aan het typen en Alex zegt, waar moet die Jeff de killer nou? Kick hem uit de groep. En toen zei Ralf, heb ik gedaan. Ik zweer, ik ga hem morgen laten struikelen naar de kelder met zijn zielige emo gedoe. Die dude heeft je flink pijn gedaan. Oh my god, het gaat wel heel ver nu. Waarop Alex weer aan het typen is, maar ja, ik weet dat Jeff is ook insane daar niet van.
dan? Inderdaad, morgen gaat hij zien, man. En Alex is nog meer aan het typen. Kom op, Alex, typ nou een beetje door. Maar ik moet helaas herstellen in het ziekenhuis. Ja, beterschap, maatje. Heb een idee voor morgen. Oh my god, dat gaat weer beginnen met de pesten. Nee. Ik hoop er zo dat Ralf zal stoppen. Wat ga je doen, zegt Alex. En toen zei Ralf, Jeff blijft altijd als laatste over op school, toch? Ik ga hem keihard laten struikelen van de trap. Ik span een touwtje aan bij de trap. Dat is levensgevaarlijk om dat te doen. Oh my god, hoe kun je zo zijn? Even serieus. Klinkt als een plan. Nee, Alex, doe normaal, man. En toen zei Jeff, ga ik doen. Tot morgen, man. De volgende dag. En Alex aan het typen. Goedemorgen, Ralf. Hoe laat ben je scorro? Waarop Alex zegt, ben 8:30, man. Gezien ik op einde van de dag de prank ga uithalen. Nou, dat is geen leuke prank om iemand te laten struikelen tot hij dood te pletten neervalt. Maar oké, Alex is weer aan het typen. En Alex zegt, na de les. Oké, wacht. Ja, snap ik heel goed. Laat me even weten hoe die Jeff de killer te pletten valt, oké? Maar goed, de lessen zitten erop. En hij zegt het ook al. En Ralf zegt het ook al. Oké, lessen zitten erop. Heb het touwtje aangespand. Jeff de killer moest huiswerk pakken. Oh my god. En hij zegt, loopt hij al, zegt Ralf? Ja, hij loopt dus. Lol. Waarom praat Ralf trouwens tegen zichzelf? Ja, geen idee. Maar in ieder geval, Alex is weer aan het typen. En hij zegt, precies wat ik dacht. Waarom vraag je die vraag aan jezelf? Ja, een beetje apart. Maar hou me op de hoogte. En toen zei Ralf, what the fuck? Hij loopt er recht doorheen. En Jeff komt de chat gejoind. Oh my god. Wat gaat Jeff de killer zeggen? Oh my god, hij gaat wel echt ver, man. Ik zeg je eerlijk, Ralf, dat jij gewoon ja, dit doet. Ralf, waarom heb je mij dit geflikt? Wil je me dood hebben of zo? Oh my god. Ik heb dat niet gedaan, zegt Ralf. Even een slachtoffertje spelen. Je kent het wel. Waarbij Jeff de killer weer aan het typen is. En hij gaat zeggen, sorry Ralf, maar je liegt zo hard tegen mij. Wat heb ik je ooit aangedaan? Dit is gewoon Jeff de Killer hoe hij vroeger was, hè? Niks. Daar heb je gelijk in, zegt Ralf. Jeff de Killer is aan het typen. Gelijk of niet, je bent te ver gegaan. Dit was een poging tot doodslag. Oh my god, inderdaad. Ja, sorry Jeff. Ja, sorry. Sorry, het is te laat nu. Zoals Kelly Moonkitty zal zeggen in haar liedje. Niks is sorry. Je meent er niks van. Wat zeg jij nou weer? Ik meen het oprecht, man. Er is geen sorry, jongen. Sorry, het is te laat, oké? Okay? Maar ja, ondertussen is Jeff er aan het typen. Nee, je zegt dit omdat ik je betrapt heb. Heb alles meegelezen. Pff, shit, zegt Ralf. Ja, dat is inderdaad een beetje shit voor jou. Tot morgen, Ralf, zegt Jeff. De volgende dag. Oké, wat is gebeurd? Oké, tot morgen, zegt Ralf nog. Jeff, wat ben jij? Waarom ben je niet op school, zegt Ralf. Oké, nou ineens weer lief doen tegen Jeff. Alex is aan het typen en hij zegt, what the fuck, meen je deze nou? Ben jij Jeff? Wat? Jeff staat tegenover hem? Wat doe je op mijn afdeling? Oh my god. Hé, waar heb je het over, zegt Ralf? Wat? Oh my god, Jeff is zo geworden. No way. Jeff is gewoon echt insane geworden, man. Oké, hij is nog meer aan het typen. Hij staat voor mijn neus met een mesgas. Oh my god, ren weg, zegt Ralf. Oh my god, Jeff de killer. Hij is echt de killer geworden. Maar goed, Alex is meer aan het typen. Daar is het te laat voor. Hij grijpt me. En toen zei Ralf, nee, Alex. En Alex zegt dan meer, nee. Oké, en Alex is dus vermoord. Nee. Oh my god, Ralf zegt het ook al. Jeff is aan het typen. Goedemorgen, Ralf. Met een duivelsemotie. Ben jij de echte Jeff, zegt Ralf. Oh my god, dat meen je niet. Jeff is insane geworden, man. Jeff the killer, before he went insane versus Jeff the killer when he just insane. Hahaha, ja, ik ben de echte. Zo, hoe gaat het nu met je? Ik ben zo op school, hoor. En toen zei Ralf, oké. Wat gaat Alex zeggen? Als het Alex die bruid heeft, want Alex is al dood. Maar toch, hij zegt, ik leef nog. Ik heb uit de groep gekikt. En toen zei Ralf, mooi zo. Die Jeff is insane, maar hoe heb je het overleefd? Goed, Alex is weer aan het typen. Maar ja, wat gaat hij nou weer typen? Ik deed alsof ik dood was, zodat hij wegging en niet meerdere malen ging steken. En toen zei Ralf, slim man. Maar goed, Alex is weer aan het typen en ik betwijfel of het ook wel de echte Alex is. Ja, haha. Maar verstop je in mijn locker. Ga ik doen, zegt Ralf. Oké, dus Ralf gaat in zijn locker verstoppen. In welke locker zit je, zegt Alex. Ook een beetje verdacht dat hij de vraag. Waarom vraag je dat, zegt Ralf? Vind ik verdacht, man. Dan weet ik of dat de mijne is. En toen zegt, oké, Ralf, dat is echt dom wat je zegt, man. Hij zegt, zit een locker 147 verstopt. Dat weet ik toch dat het je locker is. Oh my god, en mijn lamp valt uit. Oké, bedankt. Huh? Oh my god, het begint echt eng te worden. Oké, waar is mijn lamp uitgevallen? Oké. Nu begint het wel een beetje gek te worden. Kijk eens door het gaas heen. Wat? Oh my god, dat meen je niet. Dat doe ik. What the fuck, ben jij het, Jeff? Oh my god. Nee, hij zit een duivelsemotie sturen. Oh my god, dus Alex was goed Jeff al die tijd. En die heeft toch gewoon vermoord. No freaking way, man. En wat gaat hij nu zeggen, Alex? Ik zweer het, ik vind het nu eng worden. Ik zeg heel eerlijk. Oh my god, ik zweer het je, man. Je had me niet moeten pesten. Als ik zeg stop, stop dan ook. Anders gebeurt er dit. Oké, dat wel een beetje ver gegaan. Maar ik snap dat het moet stoppen, dat pesten. Ben ik het zeker over eens? Tja, ik ben die Jeff met Alex zijn telefoon. Dus like de video, anders overkomt het je misschien ook wel. Oh my god. Ja, sorry mensen, mijn lamp is leeg en ik had dat niet door. Maar in ieder geval, we waren toch bij het einde van de video. Dus ik dacht, weet je, ik pak mijn telefoonlamp erbij. Like deze video, abonneer de kanaal met belletje aan. Ik zie je later terug bij een nieuwe video. Adios.